en meisjes van Minecraft Gaming. Welkom bij een nieuwe video van Minecraft Gaming. Ik heb er weer ontzettend veel zin in. Ik ben er juist... Ja, het is nu eigenlijk 5 dagen later in Minecraft wereld. Ik kom net terug van een reis. Ik was op zoek naar dingen. Ik heb tegen... Zoals je ziet... skeletons gevochten, ik heb botten gekregen, ik heb slime balls, ik heb tegen spinnen gevochten, ik heb fucking veel leidtouw. Ik kom terug thuis en wat zag ik? Als fucking veel dieren. Dus die gaan we vandaag vangen. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst... Eerst en vooral gaan we hout kappen, want dat heb ik nodig, want ik heb ook. Daarna gaan we slapen. Dus het plan voor deze aflevering is, we gaan hekken maken, we gaan die dieren vangen. Dat is het eigenlijk zo. Ik denk dat ik heel veel over het weer ga gaan. Ik heb schapen, kippen, wolven, koeien, noem maar op, gezien. Dat was echt lol. En ik wou die vangen, hè, dus wat gaan we doen? We gaan die vangen. Ik ga weer slapen, een beetje slapen, ga ik doen. We hebben stokken nodig. Wacht, we maken stokken, ik vind hier stokken. Dat is heel goed. En we gaan nu die hekken. Fuck. Die hekken platen. Zo. Dan gaan we om de dieren. Ik ga eens verslapen. Mijn de weg ruimen of zo. Zo. Hier zet ik weet ik veel. Waarom rondlopen? Ze mogen natuurlijk niet vrij, dus dat was deze boom, denk ik. En hier, what the fuck? Waarom? Ik wil het ook zo. En we beginnen hier een nieuw kotje te bouwen. Waar heb ik mijn hub? Zo gaat het goed. Nee, dat is nog een slechter. Zo. Dit wordt zo fantastisch.
Kijk eens aan, joh. Dit vind ik helemaal mooi. Nee. Zo, ik heb hier 3 deuren. Maar ik heb er nog veel meer nodig. Hé, hey, een schaap. Oeh. Stop met dat fucking woord. Zo. Het kan dat ik er te weinig heb, maar ik zet er dan wel een paar dieren bij elkaar. En mijn desktop is super raar aan het doen. Die zet ik hier neer. Nee, hier. Wat? Het lukt niet. Ja, het lukt toch. Zo, kan ik hier ook maar binnen. Zo. Zoosje. Mijn gast. Zo. Die zetten we hier neer. Oh, niet in de hoek. Zo. Dat is het. Oké, nu gaan we vangen. Ik moet er echt mee stoppen met het doen. Oh ja. Ik heb er nog. Ik ben erin vergeten bij de koeien. Hi, jullie zijn zo mooi als jullie doen wat ik zeg. Ik heb die ook. Hey, wat is dat? Waar zijn die kleintjes? Nou, die zijn volgroeid. Dat kan ook natuurlijk. Voilà, dank u wel voor jullie medewerking. Dat heb ik heel graag natuurlijk, maar nu worden jullie weer vrij. Alsjeblieft. Een bedankje gaat er niet vanaf, zeker, hè? 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 Oeke, mag niet. Ik ga eerst heel wat naamkaartjes maken, zodat ik weet waar alles zit. Maar ik ga eerst vangen. Jij. Die hebben jullie al mee. Jij. Kom mee. Nee, hier ga ik de schapen niet zetten. De schapen zet ik naast de koeien. Wat voor een domme regeling is dat? Hola. Schaapje. Je kan het. Ja, schaapje. You are the boss. I like it. Oei, dat is misschien een heel klein kot. Zeg echt zo dom. Maar ik kom naar binnen. Dit zo. Ik zet jullie hier. Ik mag dat wel eens groter. Zo, nog wel. Oh, zo schattig. Ja, dat schaap.
En een kip. Hey. Oeh. Zie je, wat heb ik hier gezegd? Zoveel. Zoveel schapen in één. Wauw, de kweeklaar van konijnen. Niet normaal. Zo. Op jacht heb. Genoeg schapen. Daarmee moet ik niet meer gaan kweken. Weg. Een kipje? Nee. Zoiets ga ik op jacht met de kippen. Volgens mij nog. Wow. Ze moeten hier langs kunnen. Anders zijn het geen echte schapen. Allemaal vast. Oh, jij, hierin. Hey daar. Ja, goed zo. Kom door. Goed zo, goed zo. Goede dieren, goed. Flinke beestjes. Goed zo, jullie kunnen het, jullie, ja. Zo, jij bent vrij. Dankjewel. En jullie mogen ook vrij. Zo, ga eens weg, ga eens weg. Vrij. Leven de vrijheid in deze kooi. En kijk, jullie mogen bij de koeien. Ook een deur. Zo, ga maar, ga maar. Leven de vrijheid, voel het. Ik ga gewoon iedereen bij iedereen laten, behalve de wolven gaan apart. Kippen gevangen houden, hoe dom is het? Hé, hey, blijf hier, dank je. Ik heb er nog niet meer. Een babyschaapje. Die moet ik hebben. Ja. You're so cute. Kip, kip, ja. Oh, een koe. Hier. Hier. Kipje, jij mag ook mee hoor, ja. Zo. Boom. Kabam. Die koeien ook nog mee. Niemand blijft achter. Niemand, jij ook niet, kip. Jullie mogen ook nog mee. Maar ja, ik moet voor jullie nog water voorzien, hè. Hey! Look! Hey! Hey! Oh, oh. Die loopt gewoon weg van mij. Hoe durft die? Hoe durft die dat nou maar te doen? Ah. Hier, dat is de boven in plaats. Vanaf hier mag iedereen bij iedereen zitten. Kom iedereen. Goed zo, goed zo, goed, goed, goed. Goed zo, kom, 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 kom. Kom aan, koeien, kom aan. Kom, kom. Schap jij ook, ja. Mooi, niet gehoorzamen, je zult. Kom, kom. Je zult nieuwe ouders vinden, kom. Kom nu maar gewoon, kom nu. Kom. Kom. Die zijn er nu. Wat je. Die koeien altijd zo dom, hè. Maar kom. Zie, die schapen kunnen die wel doen. Ah, jij. Goed zo.
Je broertje zal er ook komen. Kom. En de twee broers. Oh, die schaap nog. Kom, lelijk ding. Ah, die hangt daar dan vast, ja. Allemaal vrij. Ga eens weg. Oh, ja, dat is op orde. Kom. Ik denk dat ik het toch iets groter moet maken. Oh. Aan de kant, zo. Ja, ja. Jij bent toch een flinke man. Ja. Oké, nu omhoog. Dat wordt lol. Hey, ik heb een ei. Kom naar beneden, fladder. Zion. Wat? Hey, waar zijn die wolven? Ik had ze juist nog gezien. Jullie mogen zomaar niet weg. Oh. Hey, wolven, godver. Dat was de fail van de Minecraft week. Oh, jongens. Jullie moeten luisteren. Heb je het gehoord? Oh, ik mis nog varken, dat is waar ook. En daar is er één. Kom hier, jongen. Kom hier. En vermoord geen mensen. Vermoord geen... Oh, hij is weg. Ja, hij is weg. Oh, dat heb ik niet gedaan. Oh. Jullie moeten flink zijn. Oh, en wat ben ik vergeten? De botten natuurlijk. Zo. En flink zijn, jongen. Zo. En geen dieren meer vermoorden. Want dat vindt papa hij niet leuk. Jullie kweken wel voor mij, ja. Kom aan. Eigenlijk heb ik geen honden nodig, maar ja. Wolven, honden. Voert. En waar is die andere? Ja, hier is het. Voert. En jij gaat dood. Oh shit. Oh fuck. No. Ja. Valt hij me nog aan? Nee, oké. Dan ga ik om varkens. Is wel, wolven zijn wel gemakkelijk voor aan eten te komen. Hier heb ik hem geslaan. En dat mocht ik niet doen. Kom maar, joh. We zouden best van dat het onderste laten
Dan kan er nog verder groeien, snap je? Ja. Dan heb je suiker. Jij mag meekomen. Dan zit hij hier veel te vol. Hup, naar binnen. Ja. What the fuck? Hier varken, ja, mee komen. Kom, dolle pret. Allee, kom. Oh, dat is een goeie. Wow. Jongen, waarom willen jullie weglopen? Ik ben goed voor jullie. Kom aan. Echt een fucking dom varken. Hey. Nu moet hij komen. Kom. Ja. Zeg je zo of doe je zo? Zeg je zo dom of... Ik sla je er gewoon in. Ja. Ah, dommerik. Weet je wat, ik sla je gewoon in. Nee, mijn geluid. Staat mijn geluid aan. Waar staat dat? Muziek en geluid. Daarom dat ik niks hoorde. Hoeveel koeien heb ik nu eigenlijk? Ik heb bijna geen koeien. Ik heb te veel koeien. Maar te weinig varkens. Wow. Ho, jongen. Jij blijft daar. Terwijl ik koeien verder maak. De kooi beginnen aardig op te lopen, hè. Zet je kooi. Ernst. Kooi. Waarom moet ik altijd kooi? Oh. Oh. Ah ja, jullie weten, ah ja, misschien weten jullie het al hoe je een bed moet maken, maar een bed maken gewoon eenvoudig. Zo, een nieuwe bed.
Zo. Zo. Oké. Oh shit. Wat is hier een jungle? En jij makkers? Aha. Ik ga wel niet mee. Hé? Oh, mijn schaftrek. En ik pak nog wat leidoutjes mee. Wow. Wow, jong. Oh, dat is lol. I find you. Wat? Ik heb je. Stop met mouwen. Ja, hé. Zo, zo, en laat mij nu eruit. Ik wil eruit. Ik heb nog eentje. Oké. Zo goed bezig, ja. Zo, dat is ook alweer klaar, hè? Nou, dat is perfect. Groot, dat is mooi. Is gewoon super, hè? Zo moet het zijn. Hup. Hup. Kom naar buiten, mijn vrienden. Kom naar buiten.
Oh man. Wow. Wel, Kip, dat laat ik niet door. Zo zeg. Zo. Dit was het voor deze aflevering. Ik weet niet hoe lang we hebben gefilmd, maar ik denk toch een kwartiertje of langer. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Lekker kippen pakken. Allee, ja, lekkere dieren pakken. En de volgende keer gaan we wat dingen doen uit deze. Dus, ja. Fok 2 koeien met tarwe. Die heb ik al behaald. Een witch apple. Vang en bak een vis. Oké, we gaan vissen vangen. We gaan... We gaan brood bakken. Ja, dat. Zo, dat gaan we doen en nog wat heel veel meer. Dus ik zie jullie terug bij de volgende aflevering. Doei!